Dit zijn levenskeuzes die je moet maken. Ja, en dan ga je dood! Building, building, building. Ik ben een prop night sweat. Kom hier, oma. Hey, kijkers, stop dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag speel ik Prop Night. En ik ga erachter komen of deze game überhaupt nog het spelen waard is. Oké, de eerste minpuntje. Het heeft voor mij iets meer dan een minuut geduurd voordat ik überhaupt in een potje kwam. Ik weet niet of deze game nog heel veel spelers heeft. Ik heb het gevoel alsof Prop Night nooit de start heeft gehad die ze hadden willen hebben. We hebben nog niet eens een killer. Like, hoe wil je een potje spelen zonder een killer? Holy damn. Eindelijk is er een potje gestart. Ik heb letterlijk 10 minuten zitten wachten. Dit is, laten we zeggen, nogal een minpuntje. Ik heb geen zin om letterlijk een uur te wachten om een uur in totaal te spelen ofzo. Maar hey, hè, wie ben ik? Wie ben ik? Misschien heb jij wel zoveel tijd. En Prop Night, ik vond het altijd wel een leuke game. Ik heb nu geen idee meer hoe het echt werkt. Dus ja. I'm sorry if I'm bad. Maar het had wel, zeg maar, ik vond het altijd wel een leuk idee. En ik vind het op de ene kant, ik vond het niet minder eng dan Dead by Daylight, denk ik. Het is eigenlijk natuurlijk gewoon een soort Dead by Daylight, alleen dan anders. Weet je? Het is net de Fortnite van de shooters. Fortnite was ook de eerste game wat niet zo echt realistisch was. Nou, de eerste game zal vast niet. Maar als je kijkt naar Call of Duty en Fortnite, dan is Fortnite natuurlijk veel minder realistisch. En zo'n gevoel kreeg ik hier ook bij. Maar ik weet niet waar het fout is gegaan. Oh, daar is het fout gegaan. Hallo, oma. Dit is echt... Oh my... Scheidspel. Dit was... oh ja, hetzelfde probleem ook altijd wat ik bij Dead by Daylight had. Is dat ik niet weet hoe ik van de freaking killer moet ontsnappen. Anders dan gewoon wisselen van item en je janken in een hoek. Zoals dit. Dit is hoe je jankt in een hoekje. Even een duidelijke voorbeeld. Ik jank, zie je? In ieder geval is oma dus boos op ons. Hè? Ik weet niet wat we hebben gedaan, maar uit de buurt blijven. Ik ga een keer naar boven. Ik wil bij mijn teammate zitten. Ik vind dit spel, moet ik wel even zeggen. Oh, daar is oma. Dat is voor mij ook een teammate daar. Ja, dat is een vliegende stoel. Hey, spijt me teammate. Ik ga niet bij jou in de buurt. Ik vind dit spel vind ik leuker om gewoon met mensen te doen. Stel, maar dat is denk ik ook bij Dead by Daylight. Want dan kan je een soort samenwerken. Dat is gewoon, ja, teamsverband. En dan kan iedereen gewoon letten. Oh, daar is de killer. Weet je wel. Dan, ja. En dan zijn degene die nu gepakt en ze zeggen, ja, de killer is op deze plek. En dan, oh nee, ze komt nu naar je toe, dan weet je dat. Maar in je eentje is het zo alleen of zo. Ik heb het gevoel dat ze komt. Nou, het zal wel niet. Oh, diegene is nog knocked. Wait, hoe is die knocked en niet op een stoel? De killer had het toch gewoon kunnen pakken? Dat hoorde ik. Hoezo spuug je? Voor mij wordt de killer door andere teammates een soort van gestunt of zo. Oh, daar ging een teammate. Ik zag het. Oh, daar is ook de oma. Nee, waarom word ik zo'n grote stoel? Gaat hij dat zien? Dat gaat hij zien. Waarom ziet hij dat? Waarom ziet hij dat? Je hebt die... Ja, ik was ook best wel close met de generator eigenlijk. Dus dit is heel erg zonde. Maar ik werd opeens een grote stoel. En sorry, maar als grote stoel kan ik niet verstoppen. Dat is niet hoe het werkt, zeg maar, helemaal. Ik kan ook wel kijken wat mijn teammates aan het doen zijn. Zo zie je dat deze teammate werkelijk waar helemaal niks aan het doen is. Deze is, die was bij een generator, denk ik. Oh, kijk, deze is gewoon... Deze is keurig een generator aan het fixen. Kijk dan, die wordt gewoon gefixt. Hoppatee. Maar op zich mag iemand mij ook wel komen redden. Weet je, jullie hoeven niet allemaal stil te blijven liggen. Het is maar een idee. Oh, ze kwamen ook echt gewoon in beweging gelijk, hè? Nou, deze niet. Deze vindt zijn plekje volgens mij wel lekker of zo. Ik denk dat deze teammate mij nu komt bevrijden. Maar die oma is aan het freaking... Oké, ja, nee, niks gezegd. Waar is die? Is ze gewoon verdwenen of zo? Hallo, ik moet even een item worden en verstoppen, dankjewel. Ja, daar komt ze. Het is oma. Oma doet het niet. Er zijn sommige open omas die verwennen. Heel erg. Dan kom je er langs en dan word je gewoon volgestouwd met eten. Deze oma, daar wil je geen eten van aannemen, jongen. Bang. Ik zou gelijk bang worden. Oh, er zitten ook nog items te kopen. Imagine. Nou, ik vind het eigenlijk toch best wel spannend. Ook omdat ze van twee kanten kan komen en ik niet weet welke kant ik moet kijken, zeg maar. Nu had ik het gevoel dat ze eraan kwam. Er komt wel een speler hier aan. Rennen. Ja, oké, doei. Heb jij oma achter je aan zitten of niet? Nog wel een cruciaal puntje. Ik moet deze machine gewoon repareren. Anders is het heel erg zonde als ik hem weer zo erg laat damagen door. Oh, ik heb natuurlijk ook mijn building materials. Daarmee kan ik het dichtbouwen. Oh, dat is eigenlijk is het een heel slim idee. Maar nu wil ik niet meer stoppen. Dit zijn levenskeuzes die je moet maken. Ja, en dan ga je dood. En dan ben je weer zo'n grote stoel. Ja, donder op. Donder op. Waarom word ik die stoel? Dat is niet wat ik wil. Ja, mijn teammate is boos. Mijn teammate zegt damn. Dat snap ik. Ik zou ook teleurgesteld zijn. Maar ik klik echt toch zo snel mogelijk als ik kan. Ga ik het redden? Ik ga het redden misschien. Nee, ik ga het niet redden. Oh, je verdomde oma. Echt waar. Rot op. Doei. Is het raar als ik zeg dat ik zo'n gevoel heb dat we dit niet gaan winnen? Iemand hier die thuis zit te kijken of waar dan ook en die ook zo'n gevoel heeft. Want ik denk dat het niet echt gaat worden. Zo, kijk. Ik val niet op. Ik zit prima zo. We hebben wel een tweede generator ondertussen. I mean, dat is wel sick. Kijk, ik ben nu iets kleins. Nu wil ik gewoon eventjes rond bewegen. Eigenlijk moet ik even een coin vinden of zo. Weet je wel, die zitten soms door de map zitten die verspreid. Want dan kunnen we zo'n lekker kistje openen. Ik moet healen. Ik ga nu niks opschieten omdat ik niet geheeld ben. Ik hoor die voetstappen echt dus wel, hè.
Oma is in de buurt. Hoor je die geluiden? Zijn geluiden zijn raar. Heel bijzonder. Ik ga denk ik gewoon eventjes de Fortnite move maken. Building, building en building. Kijk eens. En hier doen we ook even lekker builden. En dan gaan we deze repairen. Kijk hoe goed. Dan kan ze alleen vanaf die kant komen. En dat kan ik gewoon checken. Dan hoef ik maar één kant in de gaten te houden. Want ik hoop dat ik het wel hoor als ze zeg maar opeens mijn muren gaat breken of zo. Dat zou een geluid moeten maken in principe. Oh, dat was zo close. Oeh. Risk it for the biscuit. Oh, daar komt een kroppie sla omhoog. Hallo, je mag me ook helpen bij de generator, right? Maar die oma heeft helemaal aan de andere kant iemand. Dit is mijn tijd om door te gaan. Ik heb wel nu genoeg coins, dus we kunnen zo meteen kunnen even zo'n kistje openen. En dan pakken we die goede loot en dan healen we even. Als we natuurlijk healing dingen krijgen, dat is wel een must. Oh, dat is eigenlijk best wel dichtbij die stoel. Oh, waarom heb ik zo'n gevoel alsof ze toch hier naartoe gaat komen? Even kijken of ik juist was. Anders vind ik het nog best wel spannend. Ik denk dat ik niet juist was. Ik denk dat ik door maar ga repareren. Sorry, teammate. Maar daarna net. Deed jij ook niet heel veel moeite om mij te saven. Dus je bent al gesaved. Oh, je bent al door een andere teammate gesaved. Dat is goed. Ik zie oma. Oké, ze gaat niet deze kant op. Ik zag haar door die stukjes hout daar zo meteen. Oh, dan komt ze van die kant straks. Wedden? Oh. Waarom zweet ik hem? Ja, ik brak de machine. Dat is niet slim. Maar ik zag opeens een teammate aankomen redden. Dus ik dacht, wat als oma achter die teammate aan zit? Dan ben ik er geweest. En toen was het gewoon pure paniek. Ja, daar is oma. Oh, oma. Dat is mijn Fortnite wall. Hoe voelt het nou om daardoor gepakt te worden? Oeh, deze machine gaat zo snel opeens. Kom op, laat me hem afreperen. Ik moet deze goed timen. Ik weet niet of ik de bonus ding had. Maar deze heb ik toch wel. Ja, deze heb ik. Oké, we hoeven nog maar één generator. Dit is goed nieuws. Dit is heel goed nieuws. Ik ga even hier chillen, want ik denk dat oma misschien nu deze kant op komt. En dat moet ik niet hebben. Ik moet niet nu gevonden worden, want ik ben nog steeds best wel redelijk low. Ik ga gewoon zo meteen even een kistje openen, hoor. Ik heb toch 1900 coins. Bah, wat moet je ermee allemaal? Voor mij zijn we pretty good, I guess. Hoor wel een rare... Oh my... Nee, gast. Teammate. Als ik daar dood ging, ik had het je nooit vergeven. Nee, dat maakt niet uit. Daar kan je ook niks aan doen. Het is al een prank. Oh, de deuren. De deuren zijn open. Oké, dit is een deur. Ik moet snel items kopen. Medkit. En wat krijg ik nog meer? Een yellow car. De... Wat? Nee, helemaal geen yellow car. Wat zit ik nou weer te praten? Oké, deze teammate is aan het repareren. Dit is goed. Ga door repareren, teammate. Ik hoorde wel... Ik ga weg, denk ik, hoor. Gaan we nog chillen? Gaan we serieus chillen? Is dat wat we gaan doen? Dat vind ik eigenlijk wel heel eng. Ik ga gewoon een keertje meedoen. You know, ik ben ook die pro-speler. Ik ben een prop night sweat. Kom hier, oma. Kom hier. Oh, ze gooit een mes op mijn bakkes. Oké, eigenlijk wil ik nu wel escapen. Ik weet niet wat mijn teammates aan het doen zijn, maar voor mij heb ik zojuist 4 mensen gezien. Dus dat betekent dat ze in principe gewoon allemaal zouden moeten kunnen escapen. Wat is je bedoeling? Oma komt. Oh, ze is gestunt. Oké, ja, die gaat nu ontsnappen. Oké, dat is goed. Ik ga ook ontsnappen. Ik wil hem niet hier straks alleen overblijven. Dat ik alleen in het huis zit met die oma. I'm all good, you know? Deze speler die is gewoon nog... Ja, open nog even een kist. Als je nu doodgaat, ga ik best wel heel hard lachen. Maar ik denk dat hij nu gewoon gaat escapen. Of het is nog zo'n vies peuk. Oh nee, hij gaat wel escapen. Ik heb niks gezegd. Sorry, het spijt me. En dit is wel een GG. We hebben gewonnen. Dat gebeurt niet heel vaak. Is deze game waard? Nee, ik heb geen zin om 10 minuten te wachten elke keer om een potje te kunnen spelen. I mean... Nee, het is een leuke game. Het is een leuke game. Maar zorg dat je met vrienden speelt. Dus dat je gewoon al de meeste mensen uit de queue kan skippen, want dan heb je gewoon bijna een volle lobby. Er komt dus wel nog een Halloween event. Ik ben heel erg benieuwd naar daar en of dat er wat meer mensen gaan spelen. Wil je nou dat ik dat ga spelen? Laat het zeker weten hieronder. En hopelijk zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Joejoe!